my job! Woo! Kom op! Ik heb hier een hele mooie zeepkist gebouwd. Het idee van een zeepkist is natuurlijk dat die uit zichzelf zonder aandrijving naar beneden rijdt. Kun je me een klein beetje helpen, Aaron? Ja. Want aan jullie vandaag de taak om ook een eigen zeepkist te bouwen. Leuk. Hij moet alleen aan een paar voorwaarden voldoen. Je moet kunnen remmen, je moet goed kunnen sturen en hij moet natuurlijk tegen een stootje kunnen. Aan het einde van de dag spelen we een finale en wie het verste komt, die wint de test. Dus eigenlijk is de vraag, wie kunnen er het beste een zeepkist bouwen? De jongens of de meiden? Dat gaan we checken. Laten we gaan, Aaron. Ja, we zien echt iets supermoois al liggen eigenlijk. De rolstoel. Ja. We kunnen ook weer van die plaatjes maken, Romy. We zochten eigenlijk gewoon naar iets om te rijden, wielen eigenlijk. Nou, dat hebben we gelijk gevonden. Gaat dat passen? Oh, dat gaat passen. Auto, we hebben echt een supermooie rolstoel. Daar kunnen we iets mee doen. Ja. Nou, klaar. Iets tussen onze zeepkist, denk ik. Als we nou iets leuks vinden wat we tussen kunnen doen. Ja, ik zag dus een boot. En die kunnen we er wel mooi tussen zetten. Dat is wel gaaf met een boot van Heiling aan. Dat is wel vet. We kunnen ook het winkelwagentje ertussen doen, hè? Dat lijkt mij een beter idee in plaats van die boot. Ik denk dat die boot net te lang is, net te breed. Ja, het winkelwagentje is best wel klein. Kan er in principe ook op, weet je wel. Gaat waarschijnlijk nog wel makkelijker. Ja, maar kijk, die boot die is ook een beetje aerodynamisch. En die is ook wel, het voordeel. Gewoon wat meer gewicht, hè? Aaron heeft ons gewoon helemaal omgepraat. En uiteindelijk zijn we ermee gegaan. Oké, onze rolstoel hebben we hier onze rugleuning. Hier zitten we op. Nou ja, hier heb je natuurlijk dat handvat. We moeten eigenlijk ook nog voorwielen gaan krijgen, want op zich de rolstoel zelf is echt best wel top. Een mooie boot. Nou, dan hebben we hier ergens dat voorwiel zitten. Ja. Zo. Stuur. We moeten er wel tussen maken. Dat iets van een paar balkjes of zo, dat aan de boot zit. En we zijn klaar. Zeepkist de race doen, hè? We gaan niet varen. Ja, maar we gaan een boot op onze als onze zeepkist gebruiken. We hebben hier een mooi framepje. Straks bij de eerste check, dan heb ik buiten een klein hellinkje gemaakt. Ja. En ik wil dat jullie daarvan afgaan met het voertuig, met de zeepkist. Jullie krijgen 2 uur de tijd om de boot en de wielen klaar te maken. Nou, dan gaan we maar aan de slag. Hopelijk loopt er niet water in, hè? Nee, precies. Okay, ik zie jullie zo. Yes. Nou, dan jongens, gaan we eerst de boot halen, denk ik. Hè? Ik zie een tekening. Ik zie een soort veredelde rolstoel. Ja, en dit is natuurlijk ons beginschetsje, dus de basis. Ja. En misschien kunnen we er nog iets omheen bouwen met hout, dat het wat echt meer een autootje wordt, echt een zeepkist. Ja. Maar jullie hebben 2 uur de tijd en dan zie ik jullie buiten op de testbaan. Yes. Oké, tot zo. Tempo. Een rijdende boot en een racende rolstoel dus. Kan ik een bankje nog meenemen? En die rolstoelzeepkist van de meiden krijgt een bijzondere voorkant. Namelijk het stuur en voorwiel van een scootmobiel. Dit vind ik leuk. We hebben 1 probleempje, maar dat kunnen we oplossen, want de banden zijn echt enorm zacht. Misschien zijn ze wel lek. Ching. Ja, want deze hebben we niet nodig. Haal het maar af. Oké. Zometeen zie je niet eens meer dat het een rolstoel is. Nee. Hij is eraf. Ah, top. Dus wat we willen gaan doen is deze hier aan vastmaken. Hoe we dat gaan doen is hier een balkje en hier een balkje. Heb je zo hier zo'n plaatje. En dat doen we dan ook achter, neem ik aan. En achter doen we exact hetzelfde. En zetten we hem zo hier, zetten we een plaatje aan vast. Ja, super. Ja, je denkt dit is makkelijk. Je hebt een rolstoel en je hebt een scootmobiel, maar die moeten ook nog aan elkaar gelast worden. Woe! Hou vol, open dit. Nou, dat is niet zo heel makkelijk. Nee, dat is best wel lastig. Oh meid, dat gaat goed. 10 punten dat het ding afbreekt. Het breekt niet af. Wow, ik heb zo goed gelast. Hij is goed, hè? Teamwork. Bam! Oh. Kijk eens. Oh. Zit hij er goed op zo? Gaan we dit winnen, Quinten? Oh, dat is wel meteen een uitspraak. Ja, dat moet wel. Kijk hoe het eruit ziet gewoon met dit allemaal, die boot. Nee, kijk, en als we verliezen, dan kunnen we altijd nog gaan varen. Meiden, het is voor het eerst volgens mij dat hij echt een beetje lijkt op de tekening. Het is wel een beetje het worden invalide personen zeggen. Jullie hebben een rolstoel en een scootmobiel. Maar hoe cool dat we daar dus een vette car voor kunnen maken. Jullie hebben nog 5 minuten, dus jullie kunnen nog de laatste puntjes op de i zetten. En dan gaan we buiten naar de testbaan voor de eerste check. Ja. Nou, een testje, doe maar. zus. Ja. Kijk. Ja, die is heel mooi, maar kijk nog even wat ik gemaakt heb. Wow. Zo. Rij dat ding maar even naar boven hier naartoe. Ja, gaan we met onze mooie koplamp. Ah, dit gaat al lekker, ik zie het al. Gewoon een beetje af en toe zo. Nou, daar staat hij hoor, alsof hij ervoor gemaakt is. Oh, ik vind het fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Je gaat naar beneden, dan zie je daar een klein schansje en daar ga je overheen. Ja, en daarna kom je tot stilstand. En we gaan gewoon kijken of jullie constructie dat houdt. Nou. Oké. Okay. Oh, er zit natuurlijk helemaal geen gordel of zo. Oh nee, dat is een goede. In 3, 2, 1, go! Wow. Wow. Je kan het! Ja, kom bij! Wow! Nou, die ging mooi toch? Oh, nee. Gaat alles goed met Romy? Lig jij op de grond? Sorry. Goed, gaat het Evelien? Ja. Ja, oké. Okay. Hoe voelde dit voor jou? Nou ja, het ging wel goed. Ik miste wel een beetje een gordeltje. Voor de zekerheid, weet je wel. Okay. Want het was toch wel best wel een bergje. Ja. Maar verder ging het eigenlijk wel goed. Tevreden? Ja, meer dan tevreden. Zeker. Oké, top. Nou, over 1,5 uur hebben we de tweede test. Dan gaan we de remmen testen. Dus zorg dat die dan werken. En we gaan dan even kijken of je goed kunt sturen en bochten kunt maken. Ja. Want we hebben natuurlijk nu alleen maar rechtdoor gereden. Ja. Op het laatste stukje na aan te remmen. Zo, jongens. Nou, daar komt hij aangevaren hoor. Hij heeft wel het beste draaicirkel, hè? Dat is bijna een stadsbus. Oké, jongens. Waarom blijft hij nu al steken? Ja, nu al. Oh, wacht. Oké. Een beetje tillen, lukt dat met z'n allen? Wacht. Oké, wacht. En stoppen. Ja. Super. Oké. Dit is een groot succes. Laten we het gewoon proberen. Bert-Jan, ga zitten. Kijk dat ding al naar voren. Wij hebben hem. Oh, dit gaat helemaal niet werken. Dit gaat nooit niet werken. Het is echt een mega wip-wap. Bert-Jan, ben je er klaar voor? Ja. Oké, dus we gaan je afzetten dan nu. Oké. Yes? Oké, ja. Rechts sturen, hè? Iets van een duwtje omhoog. Ja, daar komt die. Ja! We zijn wel op tijd gestopt. Ja, was dat niet heel comfortabel. Toen ik neerkwam, toen pijn aan mijn schenen. Zit je veilig? Nou, dat kan wel iets beter. Ik zat helemaal op mijn knieën. Ja, dat is niet optimaal, denk ik. Wie bouwt de beste zeepkist met spullen van de Schroto? Zijn het de jongens die heel voortvarend denken te zijn met een rijdende boot? Ja! Of zijn dat toch de meiden met een scootmobiel, rolstoelachtige zeepkist? Oh! Dat gaan we checken. De draaicirkel moet kleiner en hij moet wat hoger. Dus wat hebben we gedaan? We hebben 2 gaten in de vloer gemaakt. Oeh, alles goed? Ja, ik heb het overleefd. Mooi. De wielen, deze, die gaan dus in die gaten waar ook hij nu zijn benen in heeft. Ja. Dan gaat hij, komt hij hoger te staan en de draaicirkel wordt kleiner. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen. Dit gaan we doen. Met z'n 3 op zoek naar een gordel. Of gewoon dit en dan ben je dat aan die stoel vast. Dan ook nog. Punt! We gaan voor de fietsbal. Nog iets? Even de andere kant. Dan 3, kijk maar. Yes. Ja, doe maar. Ja. Ja, maar kijk eens. Hey, gekke veering af. Nee. Is er iets gebeurd? De veer is dubbel geklapt volgens mij. 3, 2, 1. Oeps. Kijk. Ja, blij mee. Ja, hè? Nu ga ik of hij het in de werkelijkheid echt doet. Oh joh, jullie hebben echt een pedaal. Ja. Als je hierop drukt met je voet, zit hij verbonden met een stang. Yep. Deze stang die zit weer verbonden aan een andere stang. Ja. Ik zie het. Die drukt dus op de beide achterwielen. Ik ben ook wel benieuwd, want jullie hadden natuurlijk nog een puntje van aandacht. Ja. De veiligheid. Gordel! En hier zit normaal eigenlijk een schroef. Nou, heb ik even een andere gepakt. Ja. En dan komt hij er zo op. En dat hebben we ook bovenin gedaan. Oh, mijn schroefje. Hier ook. Dus heb je gewoon net zo'n gordel als in de auto. Ja, precies. Dubbel vast. Nou, dan hoop ik voor jullie dat het een geslaagde test wordt buiten. Jullie krijgen nog 5 minuten en dan zie ik jullie daar. Oké. Ja. Tot zo. Tot zo. Hey. Ja! Ja! Die hebben er zin in. Tijd voor check 2. Ja, ja. Ja. Het is wat. Het is al echt veranderd al een heel stuk. Ik zie twee gaten. Waarom zitten er twee gaten in de bodem? Nou ja, als we over een harde hobbel heen gaan of iets, dan komen die banden tegen de onderkant van de boot aan en dan remt het af. Dus dat wilden we voorkomen. Oh joh, ik zie het inderdaad. Hij gaat echt ver naar beneden. Ja. Hey, we gaan het volgende doen. Jullie zien hier de ramp weer staan. Ik heb hem iets schuiner gezet. We gaan eerst beginnen met de bochtjes maken. Dus laten we dat ding naar boven rijden. Gaan we een rondje varen. Recht? Ja, iets meer naar links misschien. Oh, wel tegen aan de achterkant. Oké, heb je het remmetje? Ja, ik heb het remmetje ingezet. Ben je er klaar voor, Bert-Jan? Ja. Go! Yes! Oké. Ja! Yes! Oké. Ja! Rij! Dat ging vet goed, toch? Ja, verbazend goed eigenlijk. Ja, wat, voelde het ook stabiel in de bocht? Ja, ik had het idee dat ik gewoon de controle had, dat het allemaal goed ging, ja. Ja, niet dat je dacht van, ik ga omvallen. Nee, gewoon hand aan het stuur en niet meegeven. Oké. Nou, dit gaat soepel, Romy. Even rechts zetten, zo. Huppatee, nou, werkt helemaal goed. Oké, wie gaat er rijden deze keer? Andere Romy. Ja. Oké. Romy, strak. Oh, we hadden jou echt als proefmodel moeten doen. Doe eens alsof je zo naar voren schiet. Zo, doe eens. Ja, maar dit is juist goed. Dit is goed. Ja, beter. Helm? Ja, graag. Oké, klaar voor Romy? Ja. In 3, 2, 1, go! Okay. Daar gaan we! Ja! Lekker hoor! Meiden! Hop! Daar gaan we! Ja! Dat ging echt top! Niet hè? Ja, hoe voelde dat in de bochtjes? Ja, nou, ik ging echt best wel hard. Dus ik ging het bochtje om en toen dacht ik, oh, moet ik remmen? Ik dacht, nee, niet remmen, dat is voor losers. Dus ik dacht, ik ga gewoon door. Ja. Geslaagde test? Ja, zeker. Oké, maar belangrijk ook, de remmen. Tijd voor de remtest. Jullie zien daar dat blokje. Vanaf het lint mag je remmen. Oké. In 3, 2, 1, go! Duwtje. Vanaf het lint. Nou, ging best prima. Nou. Hij stond best snel stil. Ja. Even kijken, ik denk, nou, wat zal het zijn? Hij zal een centimeter of 20 verschoven zijn ongeveer. Nou, niet meer. Tevreden? Ja. Nou, dus jullie doen alleen nog een beetje pimpen en dat was het dan. Correct. Ja. Oké, nou, jullie hebben nog een uur de tijd. Dan gaan we naar de finale. Zien jullie straks. Yes. Oké, daar gaat hij. In 3, 2, 1, go! Wat was dat geluid? Het was net zo'n hele lange scheet. Ik dacht dat het zo hard ging, maar ik ging er gewoon doorheen. Maar vanaf de snelheid, vanaf het lint tot aan het blok, had je het gevoel dat je echt afremde? Ja, ik remde echt af. Ja. Dus is het geslaagd of moet er nog wat aan gebeuren? Zeker. Ik denk dat het top is. We namelijk nog pimpen en dan zijn we klaar voor de test. Oké, nou jullie hebben nog 3 kwartier de tijd voor de laatste dingen. Dus gebruik die tijd goed. En dan zie ik jullie straks bij de finale. Lekker dan. Hier zo. Op dit parcours gaan we de zeepkisten van de jongens en de meiden testen. Van de ramp af, met de bocht mee, een paar van die strobalen ontwijken, nog een drempeltje of 2. Maar ja, wie gaat de finale winnen? Wordt het de bootmobiel van de jongens of de razende rolstoel van de meiden? Dat gaan we checken in de zinderende zeepkistenfinale. een schoonheid, wat een schoonheid. Ja. Wat hebben jullie nog gedaan na de laatste check? Onze enorm mooie vleugels aan de achterzijde. Ja. En Evelien's pareltje, de toeter. De toeter. Verder. Hebben we ook nog even een kenteken erop gemaakt? Ja, nou volgens mij zijn jullie er helemaal klaar voor. Ik zie alleen naar één iets kijken. Waar is de goddel gebleven? Oh, ja. Oh, hij zit er wel. Nee, ja, okay. Die hadden we erbij. Safety first. Nou, dan mogen jullie vast naar de finale. Dan zie ik jullie zo meteen daar. Is goed? Met een zwaailicht en kerstlampjes. Vertel me eens even, wat hebben jullie na de laatste check nog gedaan, behalve sfeerverlichting? Ja, we hebben ook nog die stoel gemaakt. Ja, want je wil natuurlijk iets voor de veiligheid, hè? Dus nu klapt hij niet meer met zijn tandjes op het stuur. Ja, ja. Ik klap exact. En ik zit gewoon in mijn stoel. Ja, perfect. Hey, nou, oké. Dus. Mogen jullie vast gaan? Yes. Tijd voor de finale. Gelijk maar even beginnen met jullie. Het is toch een goed idee geweest dat jullie licht op de boot hebben gezet. Ja, ik had het gezegd, Michiel. Nu kunnen de anderen ons goed zien en hebben wij een beter blik op de weg. Ja, nee, ja, daar hebben jullie misschien wat meer last van. Maar ja, dat komt helemaal goed natuurlijk. Hè? Wij hebben toeter, Michiel. Jullie hebben toeter, ja. Precies. Dus jullie laten iedereen wel weten dat jullie eraan komen. Dat komt helemaal goed. Piep, piep. Hier achter mij is het parcours. Jullie beginnen straks op de ramp. Dan gaan jullie naar beneden met de bocht mee. Alle obstakels ontwijken. Je komt onderweg nog een paar rampjes of drempeltjes tegen. En degene die als eerste beneden is, wint de test. Vrij simpel, toch? Zeker. Ja, ja zeker. Natuurlijk. Beetje vertrouwen in? Zeker. Ja. Oh, jullie hebben allebei vertrouwen. Wie gaat er winnen? Ja! We beginnen met de meiden, dus jullie mogen even weg. Oké, let's go. Je kan het even. Compleet verschillende zeepkarren. Wij hebben licht klein en de jongens hebben groot en enorm zwaar. Dus die gaat u winnen. Oeh, pas op, dat is mij. Dat is goed. Oké, ben je er klaar voor? Zeker! Oké, dan gaan we. In 3, 2, 1. Go! Go, go, je kan het, 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 je kan het. Je kan het! Ja, lekker! Ja! We moeten een beetje links, we moeten een beetje rechts. Oké, de hooibalen hebben we gehad. En toen ging ik de bocht in. Lekker bij! Oh, oh, ik moet weer sturen, ik moet weer sturen. En toen stond er weer een hooibaal en oh, weer sturen. Nou ja, je had gewoon geen adem tussendoor. En toen was het gewoon alweer klaar. Je hebt het zo goed gedaan, echt. Ja. Applaus. Maar ja, de grootste vraag, is het snel genoeg? Ik denk het wel hoor. Ja? Ja. Oh. Snel door naar die jongens. Kijk, Jan zit er helemaal klaar voor hoor. Ja. Heb je een beetje vertrouwen in? Ja, ik vind het wel een klein beetje eng, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ah, jullie moeten dus sowieso de finish halen, anders is het helemaal klaar. Ja, dat is dus echt prioriteit 1 hè. Gewoon die finish over en dan zijn we al trots op je. Oké, ja? Oké, zie ik jullie zo. Yo. Zet hem op, maat! In 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Kom op met je op! Woe! Kom op! Die vering in onze boot, daar klapte ik zo helemaal op de grond. Ja, let's go, let's go, let's go! Ik schoot gewoon vooruit, het ging goed. Het sturen lukte. Ja, ja, let's go, let's go, let's go! Ja! Ik heb vanaf boven naar beneden alleen maar lopen schreeuwen. Ik vond het zo prachtig dat je zo alle bochten nam. Het was echt super. Geweldig! Krijg je de helm nog af? Oh, er stroomt weer bloed naar zijn hoofd. Ja. Yes. Hoe voel je je? Heerlijk. Ja, ja, wel goede vering, hè? Geweldig. Ja, geweldig. Tijd voor de uitslag. Complimenten voor beide zeepkisten. Echt fantastisch. Dankjewel. Ik had mijn bedenkingen, maar het ging echt gigantisch snel ook. Ja, echt bijna snel. Dat ik denk, ze gaan de bocht uitvliegen. Ja. Ja. Maar het belangrijkste, wie heeft er gewonnen? Oh. Nou, ik begin met de meiden, want jullie gingen als eerste. Jullie deden er 21 seconden over. Oh, dat is zo snel. Ja, dat is snel. Ja, dat is echt snel, hè? Het is echt een hele goede tijd. Heel snel. Ja, en daarom kon ik het ook bijna niet geloven. Maar de jongens deden het in 16 seconden. Nee. Lekker hoor. Ja. Hoe dan? Ik had niet echt verwacht dat we zouden winnen met die boot. Maar uiteindelijk winnen we wel, dat is wel echt super. Oh, zo zonde. Fijn hartje. Dus als je ooit een zeepkist wil bouwen, dan moet je toch echt bij de jongens zijn. Yes.